Ja, we zijn weer terug. Sorry dames en heren dat er twee video's niet online zijn gekomen. Maar dat kwam met de volgende. Ik ga het even uitleggen. Ik was ben van zondagavond naar mijn oma gegaan. Ik ben dinsdagavond pas teruggekomen. Bij mijn oma is geen internet. En ik had de video ook niet eens gerenderd. Anders had ik hem wel ingepland. Maar de video was verloren, dus ik was niet gerenderd. De random video had ik doorgestuurd gekregen. Maar ja, ik was dus niet thuis en punt, zijn laptop stond weer uit, dus ik kon hem niet uploaden voor woensdag. Ik wil me daar echt voor excuseren. Maar we zijn nu weer terug hier met No Limits en deze gaat gewoon wel door. Vanaf nu komen de video's weer terug online. Moest er weer iets uitvallen, dan zal ik het laten weten. Ik denk het eerste volgende wat gaat komen is allemaal vakantie. En dan anders zal er wat een uitzet zijn en prepper of zo. Dan laat ik het allemaal wel weten wanneer eventueel iets uitvalt. We zijn in aflevering 21 ondertussen van No Limits. En we hebben weer 3 achtbanen voorgeschoteld gekregen. Dus de Sky Creeper 109, Scooter V1 en Spatrix, ja. Graag naam en Scooter V1. Maar we gaan beginnen met Sky Creeper 109. En ik kreeg een foutmelding. En oké. Maar hij is wel geladen. Ik dacht dat het een fout was. En ik zie dat het sneeuwt en is het nu maar gedag of is het blauw sneeuw? I don't know. Maar ik zie dat er nog een achtbaan is, denk ik. Of het moet weer baankleurverschil zijn, dat kan ook. Want dit is een blauwe baan en daar hebben we een gele baan. Maar waarschijnlijk zal de kleur wel veranderd zijn. En ik wil eventjes, ik neem de speed erbij. Ik ga hem hier zetten in het hoekje. Volgens de constructies zijn er ook weer. Daar hebben we weer. Flinke daling. Ja, het is inderdaad één baan, één heel lange baan. Bochtje, lange korte bocht, ruime bochten. En dan gaan we weer omhoog. Het is in de wervelende lampjes van de toetakeling. We gaan een klein tunneltje door de berg. We maken weer een grote ruime bocht. De makere exos zien nu al veel gebruik maken van ruime bochten. Grote daar op, ja, heuvels om zo te zeggen. Dus drops en dat weer omhoog gaat. We gaan nu weer een schuine bocht omlaag. Bocht blijven aanhouden. Dan gaan we weer naar de andere kant op. Weer een ruime bocht. Grote constructies inderdaad ook van ja, het is heel duidelijk dat het grote constructies in gebruik is. Heel duidelijk. Heel soepele compacte. Compact niet, hij is groot, sorry. Maar heel soepele baan. Heel soepele. Kijk wat remmetjes. Daar zie ik nog remmen. Ik denk dat we nu op het einde komen. En we krijgen nu nog wat airtime. En nog één keer airtime. Voilà. Dit was de Sky Creeper, dames en heren. Een heel erg geslaagde achtbaan in mijn ogen. En ik zie hier nog dingen staan. Hier staat een, ja, wat is dit voor, ah ja, voor het treintje te wisselen is dit. Het is voor een extra treintje er op het, in Rangers is dat. Ik ga dit wegpakken, zo. De Sky, hij ging ook echt wel hoog. En hij heeft maar, oh hij heeft serieus, aan mij wel een hele grote ijzerconstructie hier onderin geplaatst. Ik dacht, hij heeft maar 1, 2, hij heeft maar 1, 2, 3, hij heeft maar 4 palen. 4, maar wel 4 hele grote stevige palen. Zoals jullie zien, het is hier allemaal goed verstevigd. Het is missing in de map, dus we zien niet veel van de baan. Ja, we zien, we moeten wel kijken. Het meeste van de baan speelt zich hier wel af. Hij is goed uiteengebouwd, ruim gebouwd. Een heel erg leuke achtbaan. De Sky Creeper. Sky, of ja, kijken. Hoe dat? Spy Kraper. Spy Creeper, ja, Spy Kraper of Creeper. Boeit me niks. Een hele geslaagde achtbaan in mijn ogen. Dan gaan we over naar de Smooter versie 1. En we zitten in een hangende achtbaan. Waar het platform hier nog van zag. Toen zei de klant niet dat we nog hangende achtbaan gedaan hebben, denk ik. En hey, ik zie nu wel al dat die heel op één is gebouwd. En het begin. Wow, we worden afgeschoten. Wat? Oh, we gingen. Wow, wat?
Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Een hangende akker die wordt afgeschoten. Nee. Oh, dat is vet, jongen. Oh, wat vet. Hangende akker die wordt afgeschoten. Ja, ik ken wel natuurlijk... Oh, nu komt nog een toetak in die schuit staat. Nou, dan maak ik misschien toch wel gebruik maken van de wolves. Nou ja. Het begin is leuk. Je wordt onmiddellijk afgeschoten. Dan heb je dus nog, nu gaan we nu komt het hardste gedeelte eigenlijk pas aan. En we gaan door de palen, daar had de maker misschien nog wel rekening mee kunnen houden. Misschien nog een beetje, die ging de baan door de baan heen, die denk ik net niet. Het zijn wel van die puntjes waar je toch op kan letten. En dan, ja, dat is niet veel werk. En nu ging denk ik zelfs rond de close bij het station. En we gingen weer, ja, door de bomen, maar ja, daar moeten we even maar niet op letten. We zijn het remmen. Wauw, gewoon remmen terwijl we op zijn kop staan. Ja, dat heb ik. Dit is echt een heel rare achtbaan. Afschiet, gevolgd door nog een optakeling. Via lifthill. Zo heet het eigenlijk. Geen op-toetakeling. Op- of toetakeling is het niet, maar het is een lifthill. En we komen ook in één keer tot stilstand in de smoeter. En hij is inderdaad wel smooth. Ik heb geen kniks gemerkt. Maar dit is wel een heel erg leuke achtbaan. In mijn ogen. Ik zie nu op het moment daar op de toetak op een lifthill een karretje. Ik zeg het fout. Kijk, ik bedoel van dit. Kijk, hoe kort gaan we hier bij het station af. Dit is niet realistisch, dames en heren. Hij komt het karretje gewoon door. Hij komt er dadelijk aan. Ik wil het even zien. Kijk, kijk, kijk. Hij komt gewoon door het station. Dat is echt niet realistisch. De maker had wel op een paar puntjes kunnen letten van realisme. Maar toch is het een heel erg leuk achtbaan. De bomen, ja, die maken het een beetje... Ja. Maar ja, het realisme was niet echt zo goed. Nu, het is een heel erg leuk idee. Alleen het realisme dat met door het station, door het palen, de baan heel kort op elkaar gebouwd. Had hij misschien wel erop kunnen letten. De laatste van deze aflevering dan dat is dus Petrix. Wacht, ik zei het nu weer goed. Spetrix. Benieuwd. En we zitten in de Spetrix en het is opnieuw een hangende achtbaan. Het platformje gaat naar beneden. En wij gaan trekken. Baankleuren, ja. Blauw met wit dat kan, maar die rode ondersteuning vind ik een beetje raar. En dan de karretjes die hier met oranje. Als ik dit zou kiezen om kleur. Nou, dan moet je kijken naar Robiaan. Die heeft ook ongeveer deze kleurkaartjes van de Dreamcatcher. Dus dan zou ik ook met die kleuren werken. Dat is dat, ja, de palen, ik ben het vergeten de kleuren, maar ja, dat vind ik al minder dingester dan dit, want dit vloekt me wel, vind ik. Ik vind dat het vloekt, dat is mijn remedie. Maar goed, het is dus weer een hangende achtbaan. De tweede van deze aflevering en op de laatste achtbaan is dit. En wij zijn klaar voor de schuine drop. Naar onder. Gevolgd door een looping. Jawel, een ganse looping is dit. Niet eentje die recht komt. En dan krijgen we nog eentje. Die komt wel recht. Oh, dit is een cobra roll. Ja, dit was een cobra roll. En een heel erg geslaagde. Het is heel moeilijk om dit te maken. Ik weet ik uit ja, ik spreek niet uit mezelf, want ik heb zelf niet geprobeerd. We kregen dus nu weer een schroef. Gevolgd door een looping die wel weer recht komt. Door de paal en nog eens door de paal. Jammer, kleine foutjes zijn dat. Goed. Dan gaan we een nieuwe drop maken. Door de paal. Op. Maar ja, het zijn kleine foutjes. We krijgen een kurkentrekker. Nu gevolgd door een bochtje. We gaan weer wat schommelen een keer. We krijgen weer een kurkentrekker. En ik denk dat we nu wel speed in wat minder. Dus ik denk... dat we gaan aankomen. Oh, toch niet. Toch niet. Ik zei niks. We krijgen nog een kurkentrekker. We hebben heel wat loopings in deze achtbaan. We gaan ook weer wat met stationkoorden af. Maar dat is al beter dan die vorige. We gaan nog wat bochtwerk krijgen. En ik denk dat we nu wel... inderdaad... aankomen. Een heel geslaagde achtbaan was dit. Echt waar. Dit vond ik een heel erg geslaagde achtbaan. Nu zit een keuze tussen 1 en 3. Dat is eigenlijk mijn keuze, want ik vond 2 niet echt
met die realiteitfouten vond ik het niet echt geslaagd. Kijk dan even naar die Cobra-rol, dames en heren. Kijk eens hoe die goed die is uitgewerkt. Heel erg goed. Complimenten naar de maker. Ik weet ook niet van wie. Dit is een No Limits 1 achtbaan, dus ik weet niet wie deze allemaal gemaakt heeft. Wie dit allemaal gemaakt heeft. Maar nu moet ik dus gaan kiezen tussen achtbaan 1 en achtbaan 3. Dus dat is de Sky Car Krapper. Creeper of Krapper. Noem maar Creeper, Sky Creeper of dus Patrix. Spatrix. Ja, dat is een moeilijke keuze, want ik vond ze allebei heel erg vet. Nu, ik hang de achtbaan de winning deck vaak bij. Maar ik denk in dit geval dat we Patrix op plaats 1 zetten. Sky Creeper komt op de tweede plaats en de Smooth Relaas op de laatste plaats. Door de realiteitsfoutjes vond ik wat jammer. Voor de rest wel een heel geslaagde aflevering. En ja, ik ben weer blij dat ik weer 3 mooie achtbanen heb mogen bereiden voor jullie. En ja, ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering van No Limits 2. Nogmaals mijn excuses dat de 2 video's lopen, dus ik krap de aflevering 35. En ga de video 6 of 7, ik ben het vergeten, 7 denk ik, niet online zijn gekomen. Excuseer, ik excuseer me daarvoor. En wat er met de Akinator gebeurde, is Fulm zei dat die gans erop stond. Ik heb het nog niet echt bekeken. Maar YouTube heeft blijkbaar een foutje gemaakt met upload of zo. Dus dan weet ik het allemaal niet. Ik dank jullie voor het kijken, maar tot de volgende keer. Later.